is het een heel klein hondje? Nee. Gadverdarrie, heb jij een slang? Nee. Ah, een pakiet? Nee. Een muis? Nee. Een rat? Nee. Dwerghamster? Ja. Yoshi. Oh. Er zit er nog een. En wie staat dan? Dat is Michel. Zijn ze getrouwd of is nee, man of vrouw? Nee, dit is een mevrouw, dus een ja? meisje en dat is ook een meisje en er is één jongen. En deze heeft baby's. Baby's? Ja, deze. Maar waar zit die andere dan? Die zit binnen in het huisje. En waar zijn die baby's dan? Die baby's zijn nog niet uitgekomen, die is nog in hun buik. Maar ik las dat je eigenlijk 4 hamsters had. Ja, maar eentje was toch overleden? Heb ik toch al net al gezegd? Ja, er was de televisie was niet aan. Nee. Leuk hoor. Wat is nou het leukste aan een hamster? Waarom moeten kinderen een hamster nemen? Ik vind het heel grappig. Want ze overal in een... Het is soms heel nieuwsgierig. Zijn ze ook gevaarlijk of niet? Buiten zie je wel eens? Ja, dat wel. Maar dat is niet hard. En wat vind je het lekkerste plekje? Mijn buik. Bij zijn buik? Ja. Ga maar lopen. Kom maar. Ga maar lopen. Hij rent vanzelf als hij echt zin heeft. Ja, maar hij heeft geen zin. Maar dit doen we maar 1 keer. Doe dit thuis niet na. Hoe, wat geven ze te eten? Dat is een soort van, voor hun, rijstkruid zeg maar, dat eet ze niet vaak. Ja. Maar dit en zo vinden ze wel lekker. Vinden ze lekker. Ben je nou niet benieuwd naar hoe zo'n hamster smaakt? Nee. Gewoon lekker een dimsum, joh. Je vader lekker met zo'n korstje eromheen of, of stomen. Lek. Nee. Ne oldu baba? Ben, ik ben aan het filmen. Ama daha film çekiyorum. Ben seni beni saat 6'da ara, tamam? Fayit. Dur. We zijn de slachtanden. Ja. Dit wil jij nou later gaan zoeken? Ja. Nou, leuk. Doet mijn hond ook. Ja, die zoekt ook botten. Het is een reusolifant. Weet je wat het is? Nee. Een kies van een mammoet. Echt waar? Ah! Weet je het al? Een haaientand. Dit is mijn kamer. Zo. Meisjesachtige dingen, hè? Allemaal roze, roze, roze. Ja. Wat is dit? Dat is een schoonmaakdoekje voor mijn bril. Voor je bril, want je hebt je bril nou niet op. Kun je ook goed zien zonder bril? Ja. Wat staat hier dan? Griffond. Ja, klopt. Wereldbol. En je moeder komt uit Kaapverdië. Hier. Wij zijn samen. Hier ligt Afrika. Hier zo. En dan ligt het net voor de kust van Afrika. Dat is een eilandje, hè? Ja. Eilandje, lekker zwemmen. Gadverdamme, kaart. Dat is van mijn zusje. Ik heb ook nog veel meer zusjes. Ja, lul er maar weer overheen. Je luistert gewoon naar K3 stiekem. Nee, mijn zusje. Maar vroeger vond je het wel leuk van K3. Ja. Oh, oh, oh. Shit. Oh, je is zei... Is van K3. Je is zei, van je zusje, man. Je zei het woord. Wat zei je? Het S-woord. Shit, shit, shit. Ja. Mag je dat niet zeggen? Nee. Ben je geen vloeker? Nee. Ik zeg het wel eens, hoor. Kan mij het schelen. Die is stom. Is van je zusje. Ja. Ook stom. Van je zusje. Wow, wow. En hoeveel jassen heeft een mens nodig? 1, 2, 3, 4, 5. 6, nog eentje beneden. Deze is nu. Wit? Wit van de wit? En waar is dit dan voor? Gewoon een feestrok. Ik ben meer een jurkenvrouwtje dan een broekenvrouwtje. Ja.
Heb je je bril weer op? Ja. Twee brillen gekken. Kijk je nou veel naar buiten? Ik vind het altijd zo gezellig dat je alles ziet. Kijk, daar is politie met allemaal sirenes. Zie je, daar houden ze de hele boel vast. Het hele kruispunt. Kijk, een belangrijke auto komt eraan. Kijk, nu rijden ze door. Zulke dingen zie je nou uit het raam, hè? Spannend, hè? Ja. Hebben we toch nog even gezien weer. Lekker mooi kussentje. Wat is dit? Een hoofddoek. Nou, waarvoor is die hoofddoek? Voor om je haar, zodat het niet in de war gaat. Marijn. Ja? Geloof jij in God? Nee. Nee? Hé. En als je nou doodgaat, wat gebeurt er dan met je? Dan gaat je ziel naar de hemel en je blijft zelf beneden. Dus er is wel een hemel? Ja. Hoe ziet die hemel eruit dan, denk je? Gewoon een soort ruimteschip. Alleen dat is een wereld nog groter dan deze wereld. Ja. En wat vind je van mensen die in God geloven? U moet geloven wat ze zelf willen. En je vader en je moeder geloven ook nergens in? Nee. Ik geloof ook niet in God. Kijk, mensen die een geloof hebben, die zeggen van ja, je moet een goed mens zijn. Want anders ga je naar dan de... Dan moet je sowieso wel zijn. Ja, dat wou ik zeggen. Van wie moet dat dan? Ook al geloof je er niet in. Je moet gewoon... Ja. Toch een goed mens zijn? Ja. Maar voor wie doe je dat dan als je het niet voor God doet? Voor jezelf. En de duivel? Bestaat die wel? Nee. En er zijn toch mensen heel slecht? Ja. Zijn het geen duivels? Niet goed opgevoed. Kijk, er bestaan geen duivels. Denk je dat die mensen dan liegen? Al die pastoors en zo, en al die dominees en die mensen van de moslimkerk? Liegen ze? Je moet er niet, ook al geloof je er niet, je moet niet zeggen van jij moet er niet meer in geloven. Het is maar onzin. Dat moet je weer niet zeggen. Ook al geloof je er niet in, je moet wel gewoon. Normaal blijven doen, we zijn allemaal gelijk. Ja. Dat bedoel je eigenlijk, ja. Waar geloof je wel in? Dat wij nooit kampioen worden, Sparta. Is het klaar? Elias, kom eens. Kattenkwaad. Oké. Gaan we doen. Ja. Goedemiddag, bij beroepskleding. Heb jij zeker gevraagd aan mevrouw? Heeft u... Schoonmakerkleding. Heeft u schoorsteenkleding? Is mevrouw, heeft u kleding voor schoonmaken? Voor schoonmakers? Nee, dat hebben wij niet. U bent heel slecht te verstaan. Wat zegt u? Ik zeg, u bent heel slecht te verstaan. Wat zegt u? Ik zeg, u bent heel slecht te verstaan. Verenkel, goedemiddag. Hallo, heeft u kippenpootjes? Ja. En loopt dat wel lekker? mijn vader heeft rug. Door het bed gezakt en hij wil een nieuw bed. Maar dan kun je best even langskomen. Ja, u mag langskomen. Nee, dat is niet de vraag. Nee. Of u zelf kunt langskomen. Babywetland, goedemiddag. Hallo, heeft u een speen voor mijn broertje? Wat voor merk, weet je dat? Ik moet plaffen. Grote, want mijn broertje is een beetje groot. Ja, tot een jaar heb ik ze. Mooi, ik ben 32. 32? Wanneer komt u ons halen dan? Nee, dat is niet. Ik vraag of u zelf langs kunt komen. Ja? Nee, dat kom ik ook zelf. Ja? Maar wanneer komt u ons halen dan? Nee, dan kom ik u niet halen. Of u zelf kunt komen. Oh, zelf? Ja. Oh, dus u komt ons zelf ophalen? Nee, ik vraag of wanneer u zelf kunt komen. Oké,
u dat nummer niet wil zeggen, dan houdt het voor mij op te hangen. Nou houdt het voor mij dus op, hè. U begint een toontje te... Ik hoor een toontje. Sorry hoor. Nou houdt het op. Het is opgehouden. Het is opgehouden al. Het is al weg. Zo. Vroeger droomde ik over mega muizen en mega ratten. En dan moest je ze vangen. Als je een keertje mis had, dan ging je ze bijten of ging ze achter je aanrennen. Je komt heel lastig in slaap. En dan slaap je uiteindelijk. En dan is er eerst helemaal niks. En dan sta je opeens op een soort balkon. En dan val je naar beneden. En wanneer je bijna bij de grond bent, dan word je wakker. Ik heb gedroomd dat ik Hannah Montana was. Nou, dan had ik een heel mooi huis. Hetzelfde huis waar zij woont, maar dan heel anders ingericht. Een zwembad dichtbij de deur. TV met een touchscreen. Een kamer waar heel veel HM op stond. Dat betekent een afkorting van Hannah Montana. Zo'n mega klerenkast die zij had. Een soort rond, heel groot ding. Dat wanneer je op het knopje klikt, dan gaan al de kleren zo rondom. Good night, everybody! En hij wil altijd anderen helpen en ook voor anderen zorgen. En daar ben ik trots op. Waar mama soms wel een beetje boos op wordt, is als hij zijn spullen vergeet. Dus op de opvang zijn jas gewoon vergeten en niet meer terugvinden. Hij is gewoon lui af en toe. Ja. Ja, hè? Lekker gemakkelijk. Weet, door het gedenken van Allah komen de harten tot rust. Ja, als ik aan Allah denk, als ik ga bidden, of dan kom ik gewoon tot rust. Dus soort, tot jezelf komen. Probeer dat ook op je kind over te brengen? Ik leg wel wat dingetjes uit aan Youssef. Beetje bij beetje probeer ik het wel inderdaad over te brengen. Maar wat vind je ervan dat je moeder een hoofddoekje om hebt? Vind je helemaal normaal? Ja. En ik zie er ook wel eens zonder hoofddoekje. Ja. En wat voor haar heeft ze dan? Ook een beetje krullen. Mooi haar? Ik zie haar liever met haar hoofddoek. Oké. Nou, dat zegt genoeg. Ik denk dat hij... hij wil inderdaad kunstenaar en kok wil die worden. Ik denk eerder kok. En tekenen gaat hij gewoon lekker thuis als hobby doen. Helpt hij al een beetje mee met het huishouden en zo? Duurt het echt met z'n tweetjes? Ja, ik vind stofzuigen niet leuk. Dus ik heb gevraagd aan Youssef of hij dat wil doen. Want jullie moeten het met z'n tweeën doen, hè? Je hebt geen broertjes en zusjes. Nee. Maar hoe is het met de vader? Heb je een vader? Ja. Waar is die? In Engeland. En waarom zit hij in Engeland? Hij wou daar wonen. Had hij geen zin meer om erbij te zijn? Weet ik niet. Ja, soms dan vraag ik wel of hij zijn papa mist. En als hij weer heeft gebeld, hoe hij dat vindt. Ja, hij vindt het gewoon hartstikke jammer dat hij hem niet zo vaak kan zien. Is het zwaar als vrouw alleen? Het is niet zwaar. Het is hartstikke leuk. Ik geniet ervan. We hebben het hartstikke gezellig samen. En ja, het is meer echt een uitdaging. Dus, ja, het is altijd, leuk gewoon. Kalm, wat is jouw lievelingseten? Ramen met mijn vrienden. Ramen met mijn vrienden? Mag ik viermaal ra-in? Ramen. Ramen, viermaal ramen. En ogenblikje, wat drinken we erbij? Water. Water, allemaal water? Ja. En papa en mama moeten dat klaarmaken ook? Ja. Aha. Dankjewel. Nou, daar gaan we.
goed, hè? Ja. Heel goed. Hartstikke goed. Heerlijk. Nou, het lukt me niet met stukjes. Maar vork. Vork vooruit. Winnie, mijn hartsvriendin. En dit is Khadija. Als Winnie er niet is, dan is zij mijn vervangbare hartsvriendin. Wat is nou het allerbelangrijkste van vriendin zijn van elkaar? Dat je ook veel de waarheid vertelt en dat je het gewoon alles kan vertellen, maar dat je vriendin het gewoon niet door moet vertellen als je het niet wilt. Ogen dicht en de oren dicht. En Khadija, wat vind jij het leukste aan Alian? Dat ze heel aardig is en dat ze soms wel leuke dingen kan verzinnen. Ze is lief en aardig en ook wel eerlijk. Alian, kom er maar bij. Nou, ze vonden je een enorme trut. En ze vonden je stinken. Wat vind jij het stomste aan haar? Dat ze soms een beetje bazig is. Als iemand anders bijvoorbeeld een spelletje heeft verzonnen, dan doet ze net of ze de baas is en dat ze ons leidt. Ze dwingt ons om ergens heen te gaan. Nou, bijvoorbeeld dat ze, net als Winnie zei, dat ze een spel heeft verzonnen en dan leidt ze ons. Dan zeg ik, je bent de baas niet en dan wordt ze boos. Nou, ik hou nog zo van leuke dingen doen. En dan zeggen zij altijd ja, ja, oké. Okay. Dus dan doe ik net alsof ik zeg maar de baas ben. Bicycle, bicycle. Hey, jullie spelen hier altijd, hè? Ja. En wat voor soort spelletjes doen jullie dan? Racen. I want to ride my En de hele tijd kletsen over jongens. Helemaal niet! Hebben jullie geen verkering? Nee. Ja. Heb jij verkering? Ja. Met wie? Met Mani wel. Met wie? Mani wel. Zijn jullie spelen hier toch ook altijd op het bankje een spelletje? Of... Ja. Wat voor spel is dat? Dan zijn we zeg maar 3 volwassen kinderen. En hebben allemaal een eigen huis. Goede tijden, slechte tijden. Hey, weten jullie al dat ik volgende week naar New York toe ga? Nou, ik ben gisteren naar Hollywood geweest en daar zag ik Beyoncé. Ja, vast en zeker. En dat moet ik geloven. Ja, dat moet je geloven, ja. Nou, en een voorbeeld krijgen we misschien later dan weer DC. En dan maken we het later toch weer goed. Doei, Denise. Doei, Tiffany. Dan doe je zo. Zo. En dan zo. En daarna doe je nog een keer zo. En daarna doe je zo. En zo. En dan ben je klaar.